Goedemorgen, dames en heren. Ik kan me voorstellen, een heleboel mensen zien elkaar natuurlijk weer. Dit is toch een soort reunie. Maar het is ook een groeiende reunie, want er zijn meer dan ooit aanmeldingen en mensen hier. Meer dan 400 aanmeldingen. En jullie zijn allemaal hier gekomen vanochtend voor een tweedaagse conferentie. Mijn naam is Diane Keijzer. Ik ben lid van het college van bestuur van de NL Hogeschool. Die zit onder andere in Leeuwarden. Maar daarnaast ook zit ik in het platform ICT en bedrijfsvoering. En namens het hoger onderwijs in studiekeuze 1, 2, 3. En dat zijn allemaal thema's die vandaag en morgen ook langskomen. En in die zin ben ik zelf ook blij dat ik in ieder geval vandaag al die interessante sprekers kan meemaken. Dit is de 15e keer dat er een SysLink conferentie is. Het is ook een beetje een jubileum. En daarvan is de eerste 10 keer is dat eigenlijk ontstaan vanuit een SIS-conferentie. En daarna is StudieLink aangesloten en heet het ook SysLink. En dus 15 keer. Ik ben ook benieuwd, zijn er mensen die eigenlijk 15 keer hier geweest zijn? Dat zou toch ook wel heel uniek zijn? Nee, dat... Ja, ik zie iemand achterin. Hé, hey, hartstikke mooi. Ja. Ik denk wel dat veel mensen, heb ik begrepen, die komen hier en als ze eenmaal geweest zijn, komen ze elk jaar weer terug. Even heel kort, we hebben 4 keynote sprekers en daarna zijn er vandaag 3 parallelsessies en dan dus het sluit ook af uiteraard met een keynote spreker. Voordat wij nu gaan starten en ik de eerste spreker introduceer, heb ik een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Nou, één, maar dat kan bijna niet anders dan de mensen die op dit onderwerp in de zaal zitten dat vanzelf doen. De telefoon zal ongetwijfeld al op stil of trilstand staan. Vanaf 3 uur kunt u inchecken voor de kamers. Voor degene die blijven overnacht, en dat doen er vast veel, gezien de gezellige feest vanavond. Een tweede verzoek is om echt op tijd steeds in de zalen en ook weer hier terug te zijn, zodat we het programma een beetje op tijd kunnen houden en niet anderen allemaal op u zitten te wachten. Dus een heel erg dringend verzoek om te zorgen steeds op tijd in de zalen te zijn. Dan een beetje een klein sterspotje. We hebben hier een heleboel leveranciers die ook bijdragen aan deze conferentie, waardoor wij allen hier voor een aantrekkelijke prijs kunnen zijn. Maar deze leveranciers hebben ook echt zeer aantrekkelijke dingen waar ze met u over kunnen praten en stands. Dus gaat u die vooral ook bezoeken. En ik denk dat ik hiermee de huishoudelijke mededelingen heb gehad. En ik zou dan graag overgaan tot het aankondigen van eerste spreker. Dat is Wim Boomkamp. Hij is voorzitter van het college van bestuur van Saxion. Maar tevens ook bestuurslid van de Vereniging van Hogescholen en bestuurslid van StudieLink. En sterker nog, hij heeft ook een beetje aan de wieg gestaan van StudieLink. En nou ja, wie kan ons beter deze dagen in gaan leiden? En met het thema wat eigenlijk de strategische uitdagingen zijn waar wij als hoger onderwijs voor staan. Wim, mag ik jou uitnodigen om hier de aftrap te geven? Dankjewel, Diana. Ook dankjewel voor je introductie. Wel heel erg mooi om hier te mogen staan met zoveel mensen van hogescholen en universiteiten. En een geweldige eer voor mij om iets te mogen vertellen over de ontwikkelingen, want dat zal mijn verhaal zijn, de actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs op dit moment en voor de nabije toekomst. En ik doe dat inderdaad vanuit ja, toch wel een beetje een hbo-achtergrond. Ik ben toch een hbo-bestuurder. En we werken wel heel nauw samen, onder andere met de Universiteit Twente. Dus ja, ik weet wel hoe het in de universitaire wereld eraan toe gaat. Dus ik zal wel proberen het hele HO-verhaal te belichten. Maar neem me niet kwalijk als daar zo nu en dan een wat HBO-referentiekader achter zit. Je zei het al, ik ben bestuursvoorzitter van Saxion. Wij zitten in Enschede, in Hengelo, Deventer en Apeldoorn. Hoewel Hengelo en Apeldoorn zijn hele kleine vestigingen. In mijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging Hogescholen, zoals we dat tegenwoordig zeggen, ben ik onder andere verantwoordelijk voor internationalisering. En ik neem ook wat internationale aspecten in mijn verhaal mee.
Ook mooi dat je zei dat ik aan het wieg heb gestaan van StudiLink. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar ik wil daar toch iets over zeggen. Het was in 1996, toen we voor het eerst met elkaar de discussie voerden, is het niet wenselijk dat we veel meer vanuit de student kijken naar wat heeft die student nodig, hoe wil die student in dat hoger onderwijs terechtkomen. Die studenten worden mobieler, die worden vragender. En hoe kunnen we meer aansluiten bij die studenten om in de toelating, in de inschrijving, in de wijze waarop ze zich bewegen binnen dat hoger onderwijs, dat ze zich voor een tweede keer inschrijven, dat ze zich later bij een andere instelling inschrijven, dat ze misschien wel keuzeonderdelen doen bij andere instellingen. Hoe kunnen we daar nou aan tegemoetkomen? Die discussie, die voerden we met elkaar. En dat was een hele ingewikkelde discussie. En ik ben daar op een gegeven ogenblik ook weer wat uit weggegaan vanwege verandering van mijn functie. Maar ik herinner me nog een bijeenkomst, dat was de laatste in die fase waar ik bij was, waar voor het HBO alle instellingen bij elkaar waren en de helft was gewoon tegen. Dat gaan we niet doen. En volgens mij, maar daar ben ik niet zozeer mee bij betrokken geweest, heeft het ook een tijdje stilgelegen. Uiteindelijk is het weer opgepakt. Nou, StudiLink staat nu als een huis. Het is echt een goed draaiende organisatie die een prachtige voorziening is. Ik ga daar straks ook nog wat nader op in. Zeg dat dat nu 2-3 jaar het geval is, maar dan doe je er met elkaar toch zo'n 13-14 jaar over om zoiets te bereiken. Nou, heel mooi, maar het zegt ook iets van hoe wij naar dit soort dingen kijken. Ik ben ook, dat wil ik toch ook zeggen, want dat plaatst ook een beetje van waaruit ik mijn verhaal vertel. Ik ben ook wel echt iemand die van onderwijs houdt, die van studenten houdt. Daar gaat het om. We hebben te maken met onderwijs en onderzoek, maar het gaat om studenten. En dat is denk ik ook wel een beetje de rode draad door mijn verhaal. Ik neem u mee, wat ik net al zei, door heel veel ontwikkelingen die op dit moment spelen en binnenkort of over een paar jaar gaan spelen, maar waar we nu al een aanloop voor maken. En dat is, dat zeg ik er maar vast even bij, dat is heel veel. En tegelijkertijd niet alles, het is niet compleet. Pik eruit op wat interessant is, voor velen zullen dingen bekend zijn en andere dingen niet of andersom. Maar ik probeer een beetje een overzicht te geven. Maar er zit ook een rode draad zit erin. En die rode draad is dat we wat mij betreft veel meer nog zouden moeten denken vanuit de student. Probeer je te verplaatsen in de student. In de ouders wordt steeds belangrijker. Het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs en ons onderzoek. Niet om alles eromheen, het gaat om dat onderwijs en het onderzoek. Het gaat ook wat mij betreft om het geheel. We zijn een klein land met een beperkt aantal universiteiten en hogescholen. Zeker als je dat vergelijkt met landen als China, om maar een voorbeeld te noemen. Heel klein. Maar we zijn ook nog wel erg versnipperd. En het zou mij een liefding waard zijn als we ook in de komende jaren verder werken aan dat wij één onderwijs, één hoger onderwijssysteem hebben. Waarbij we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor wat we doen, voor die studenten, waar ze ook maar gaan studeren. Ten gunste van die student, van die ouders, van die kwaliteit. Dat is een beetje de hoofdboodschap en de rode draad door mijn verhaal. Ik kreeg 2 weken geleden kreeg ik een presentatie van een Braziliaanse studenten bij ons. U weet misschien dat wij een programma doen in Nederland, Science Without Borders, waardoor studenten uit Brazilië overal in de wereld met hulp van de overheid, met financiering van de overheid, kunnen gaan studeren. Om daarmee zeg maar de economie in Brazilië te stimuleren. Er gaan zo'n 500-600 studenten op dit moment uit Brazilië studeren in Nederland. Ook bij Saxion zijn er zo'n 50 op dit moment. En ik kreeg een presentatie van een Braziliaanse student hoe zij ervaart hoe wij omgaan met hem qua informatievoorziening. En ze wist me echt te vertellen dat we het helemaal verkeerd deden. Omdat wij vanuit ons denken dat doen. Brochures verstrekken, informatie geven. En deze student had zich helemaal geïdentificeerd met onze hogeschool, met de opleiding die ze deed, of dat deel in ieder geval daarvan. Vond het allemaal prachtig. En matchte zo'n 11.000 potentiële studenten uit Brazilië aan haar manier waarop ze met de social media omgaat. En dat heeft veel meer effect dan de wijze waarop wij vaak op dit moment daarover nadenken. Gewoon dat soort voorbeelden, die voltrekken zich bijna dagelijks als je daar tenminste open voor staat.
Ik begin met een filmpje. En ik ga het eerst even uitleggen wat u gaat zien. Dit is een masker. Een masker van Charlie Chaplin. En iedereen weet dat een masker hol is. Hè? Dat doe je voor je gezicht. En dat is dus hol. Meer zeg ik niet, maar kijk even goed wat u ziet. En het geluid is hopelijk uit. This is the hollow head. Actually, at the moment, it's a perfectly normal head of Charlie Chaplin. But wait, as it comes round, you'll see, or will you, that it's hollow. The back of it, coming round now, is actually a hollow mask. It appears to rotate in the opposite direction, and amazingly, the nose sticks out, although it's actually sticking in. Coming round now is the normal, correct, as it were, face. And wait again as it comes round, and you'll see this extraordinary thing like Jekyll and Hyde. Both the noses stick out because it's so unlikely that a nose sticks in, that a face is hollow. So you see it as convex, although it's in fact concave, as now, and then it'll become the normal face again, there. And note that as soon as the features appear in the hollow inside, it will look convex, as though it's a normal face almost, though it isn't. As soon as the features appear, there, your brain refuses to see it as hollow, simply because it is so unlikely. And this demonstrates the immense power of top-down knowledge, which can actually counter signals bottom up from the senses and force an extraordinary illusion in which the sensory information of the present is cancelled by immense knowledge derived from the past, because you've seen so many faces all with their noses sticking out. So it's just impossible to see that as correctly hollow. Als ik dit soort dingen zie, en er zijn natuurlijk meer van dit soort psychologie, waarnemingsexperimenten, beelden. Als ik dit zo zie, dan denk ik, dat bevestigt nog eens een keer dat wij vaak op een bepaalde manier naar dingen kijken, in systemen vastzetten, en hoe belangrijk het is om dingen ook op een andere manier proberen te zien. Een beetje buiten de kaders denken, dingen op andere manieren doen. Ik denk dat heel erg belangrijk is om stappen verder te zetten, om verder te komen, om dingen beter te doen. En ik denk dat heel sterk speelt in de bedrijfsvoering binnen hogescholen en universiteiten, dat we vaak gewend zijn om dingen te doen op onze manier, op onze individuele manier, op de manier waarop onze hogeschool of onze universiteit dat doet. Maar dat als je bereid bent om daar buiten te treden, om te denken dat beelden die we hebben vaak vastgezet zijn en anders kunnen zijn, en bereid bent om op een andere manier te kijken, een beetje buiten je grenzen, buiten jezelf, buiten wat je gewend bent, dat heel veel oplevert. En dit soort experimenten, dat bewijst dat vaak. Nou, naar de inhoud. Ik wil beginnen met een aantal actuele ontwikkelingen die aan de financiële en aan de inhoudskant zit. Ondanks dat we, vind ik, in het hoger onderwijs aan de goede kant van de streep zitten, als je om je heen kijkt hoe slecht het gaat, bedrijven die omvallen, faillissementen, in de zorg waar gigantisch bezuinigd gaat worden, dan valt dat bij ons wel mee. Toch zien we wel dat er wat sprake is van niet meer geld, verplaatsen van geld, opnieuw allokeren van geld. En daar zien we wel een aantal ontwikkelingen in. Ik noem er een paar, wat toch wel van invloed zal zijn op ook hoe studenten daarmee om zullen gaan. In de eerste plaats het sociale leenstelsel. Een jaar uitgesteld, maar mijn bestuurlijk-politieke inschatting is, het gaat er wel komen. En als ik zeg een jaar uitgesteld, wordt het niet voor de masterstudenten van de universiteit uitgesteld, maar wel voor de bachelor in het hbo en de universiteiten. Maar grote kans dat het over 2 jaar wel gaat komen. Wat betekent dat zowel voor de studentenstromen, respectievelijk voor de gevolgen? We hebben een experiment gedaan binnen onze hogeschool. Hadden we 100 studenten in de zaal. We hebben aan die studenten gevraagd, wat ga je nou later verdienen als je afgestudeerd bent?
En nou, er gingen wat vingers omhoog. 80.000 euro. Oké, 80.000 euro. Is dat bruto of netto? Bruto of netto? Ja, zitten daar alle sociale premies, dat moesten we uitleggen, hè? Alle sociale premies bij in en bruto. En weet je wat een studie kost? Nou, en zo gingen we een beetje Socratisch verder. Studenten hebben gemiddeld geen idee van hoe het plaatje er later uitziet. Met de intreding van het sociale leenstelsel en dus niet meer de studiefinanciering, zijn die gevolgen groot. Ik kom daar straks in een andere manier kom ik daarop terug. De OVJ-kaart, wat gaat ermee gebeuren? Ongewis. Als die verdwijnt, heeft ook dat gevolgen. Studeren wordt, hoe je het ook wendt of keert, studeren wordt duurder. Wat betekent dat voor de aantallen? Een heel andere vorm van bezuiniging is het surftechnisch netwerkinfrastructuur. Wat niet meer door de overheid betaald gaat worden. En waarvan gezegd wordt, dat moeten we zelf gaan betalen. Nou, moeten we even kijken hoe dat zal gaan. Op de NESO-kantoren, dat zijn de kantoren van de NUFIC, de Netherlands Support Offices, in 10 landen buiten Europa, wordt 30% bezuinigd. Terwijl we het zo belangrijk vinden dat wij meer internationale studenten trekken. In Nederland gaat 1,2% van het totaal aantal studenten die in het buitenland gaat studeren, gaat 1,2% naar Nederland. Staan we mee op de 18e plaats, om maar een voorbeeld te noemen. En we hechten belang aan, ook die internationale kant. Onderzoeksgelden die anders gelabeld worden, die als het gaat om universiteiten veel meer bij het NWO zijn terechtgekomen, waardoor in competitie veel meer geld voor onderzoek binnengehaald moet gaan worden. Of via de topsectoren, via de zogenaamde TKI's, samen met bedrijven waardoor onderzoeksgeld binnengehaald kan worden. Overigens, voor hogescholen wordt het onderzoeksgeld van 17 miljoen tot nu toe, wat ondergebracht was bij RAAK-SIA, dat wordt verplaatst naar het NWO, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs. Wat overigens een hele goede ontwikkeling is als het gaat om het volwassen worden van het onderzoek in het HBO. En dat gaat in de komende jaren naar 30 miljoen. Er zitten ook kansen zitten daarin. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de agenda van Europa. Op 1 januari aanstaande treden de nieuwe onderzoeks- en onderwijsprogramma's in Europa in. Het Horizon 2020-programma. Bijna 80 miljard, wat veel meer is dan tot nu toe. Het Erasmus for All, dat is een onderwijsprogramma, studentenmobiliteit, Horizon 2020 is een onderzoeksprogramma. Liggen veel meer kansen, ook in de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen, omdat het praktijkonderzoek, het oplossen van problemen in de wereld, of in Europa om het zo maar te zeggen, de grand challenges, centraal staan in die programma's. Het is een andere richting, een andere beweging. En als we erin slagen als Nederlands hoger onderwijs daar dichterbij te komen, en dat gaat gebeuren, dat zie ik al, dan betekent dat ook op die plek dat er weer veel mogelijkheden zijn. Maar dingen veranderen, dingen gaan verschuiven. Het gaat op een andere manier. Een hele belangrijke verandering is natuurlijk de prestatiebekostiging. Mogelijk is bekend dat op dit moment 7% van de budgetten van hogescholen en universiteiten gelabeld zijn, 5% voor de onderwijskwaliteit en 2% voor de profilering en zwaartepuntvorming. Ik zal daar zo nog iets over zeggen. En als we dat niet gaan halen, ja, dan betekent dat over een paar jaar, althans dat is de insteek en de hele inzet van deze operatie geweest, dat een aantal instellingen mogelijk veel minder geld krijgt. En mijn inschatting is, maar dat is puur mijn antenne, dat die vorm van bekostiging, dus meer prestatiebekostiging, wel eens een groter deel zou kunnen gaan worden van de totale financiering van hogescholen en universiteiten. Overigens speelt dat op dit moment al, want van die 2% heeft een aantal instellingen wat meer gekregen en een aantal wat minder. Dus er zit al, wat dat betreft, meer flexibiliteit in die bekostiging. Kijken we naar de inhoud, weer diezelfde prestatieafspraken, die hebben we dus als instellingen moeten maken. Ik pak even twee voorbeelden. De Erasmus Universiteit. De Erasmus Universiteit heeft drie dingen gezegd. Wij zetten volledig in op onderwijskwaliteit en studiesucces. Een centraal thema volgens mij bij alle hogescholen en universiteiten. Als het om onderzoek gaat, willen we toch veel meer koersen op wetenschappelijke reputatie
En de werving van externe onderzoeksfondsen, passend zeg maar bij die verschuiving die er op dit moment al is. En wij gaan helemaal voor die Grand Challenges, hè, dus wat in Europa centraal staat, en het topsectorenbeleid. Als ik Saxion als voorbeeld mag nemen, daar zijn met name die prestatieafspraken veel concreter. Een hoger bachelorrendement geldt voor alle hogescholen, alleen de wijze waarop, hè, dus de mate waarin, die kan verschillend zijn. Meer contacttijd, zelfs met een ondergrens, hè, een verplichte ondergrens zou je kunnen zeggen. Veel meer docenten, veel meer, ja, richting de 100%, nou, daar zit wel wat ruimte in, maar zeg tussen de 80 en 100% die tenminste een academische opleiding hebben genoten. Minder ondersteunend personeel, meer onderwijsgevend personeel, minder uitval, minder switch. En daar zijn wij afspraken met elkaar over aangegaan. En gelooft u mij, dat is heel erg ingewikkeld. Dat is echt heel erg ingewikkeld. Omdat wij in een keten van onderwijsinstellingen zitten, omdat we in een onderwijscultuur met elkaar zitten waarbij we de dingen niet alleen op kunnen lossen, maar alleen samen op kunnen lossen. Wat betreft de profilering hebben wij gekozen voor dat University of Applied Sciences, meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek, meer ook in relatie tot internationale samenwerking en de mogelijkheden die daardoor gaan ontstaan. En hebben wij een hele nadrukkelijke keuze gemaakt voor één zwaartepunt. Slechts één. En volgens mij zijn we de enige hogeschool die dat gedaan heeft. Hebben andere hogescholen toch een wat breder spectrum. En dat is techniek. Techniek, techniek. En niet alleen de technische opleiding en de technologische innovatie en het onderzoek wat je daarna kunt doen, of het meer studenten in de techniek opleiden, maar ook de toepassing. De toepassing in de zorg, in de hospitality, eigenlijk in elk beroepsdomein, omdat het onze overtuiging is dat in welk beroep je ook maar komt te werken, nieuwe technologische innovaties een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het beroep. En dat heeft veel consequenties voor hoe studenten kiezen, hoe we met opleidingen aanbod omgaan. Wat wel, wat niet meer. Dat soort gevolgen. En ik denk dat we nog maar aan de vooravond staan van dat type ontwikkelingen. En daarmee ook meer verschillen tussen hogescholen, universiteiten, dus meer onderscheid. Er worden veel hogere eisen gesteld, nu al, afgelopen jaren al, en zeker in de komende jaren, aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik zie het ook bij universiteiten. Als ik bij de buren gluur, bij de Universiteit Twente, staat onderwijs echt weer veel meer centraal dan een paar jaar geleden. Er wordt veel meer in geïnvesteerd, staat veel hoger op de agenda. Dat heeft alles te maken, volgens mij, met toch ook wel wat externe druk. Met name de druk van de instellingsaccreditatie. Daar kun je voor kiezen, dat hoef je niet te doen, dat is vrij. Als je het niet doet, heeft dat gevolgen voor je opleidingsaccreditatie, dan moet je het hele traject door. Als je het wel doet, krijg je een zogenaamde lichtere opleidingsaccreditatie. Maar gelooft u mij, die is nog steeds heel erg heftig, omdat er veel dieper op echt de inhoud van de opleiding ingegaan wordt. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Maar die instellingsaccreditatie, of die instellingsvalidering moet ik zeggen, dat hakt erin. Want die krijg je niet zomaar. Er zijn instellingen die trekken zich terug. Er zijn instellingen die allerlei proefaudits doen en vervolgens zich achter de oren krabben. Er zijn instellingen die gaan het traject in en worden niet geaccrediteerd of voorwaardelijk geaccrediteerd of uiteraard wel geaccrediteerd. Het was een heftig traject en het heeft alles te maken of we op systeemniveau, op universiteits- of hogeschoolniveau in staat zijn om die kwaliteit van het onderwijs echt aan te tonen. Ben ik bijvoorbeeld in staat om overal in mijn organisatie te zien waar het beter moet? Weten de docenten ook dat het beter moet? Weten we dat van elkaar? Werken we daar ook aan? Werkt dat hele systeem? Dat is cruciaal. Ik zeg altijd, naar de mate je je kwetsbaarder opstelt als instelling, gevoeliger bent voor dit type dingen, er niet omheen organiseert, heb je meer kans om voor je instellingsaccreditatie te slagen. Maar die eisen worden steeds hoger. Nou, en niet te vergeten, en ik kan dat op dit moment alleen maar vanuit het HBO beoordelen, de opleidingsaccreditatie en de eisen die gesteld worden aan het afstudeerniveau, is dat wel HBO-niveau? Heel erg ingewikkeld. En ik heb Carl Dietrich bij zijn afscheid horen zeggen, dat vond ik wel heel erg mooi. Toen we nog een accreditatie hadden met als gevolg dat als je niet geaccrediteerd werd, dat je de opleiding moest sluiten, werd iedereen positief geaccrediteerd.
En nu we een accreditatie hebben met een hersteltraject, hebben we hersteltrajecten. En dat betekent dus dat we kritischer kijken naar die kwaliteit. In dit geval bijvoorbeeld van dat afstudeerniveau. De toetsing, het hbo-niveau, de formaliteiten eromheen. En waarom vertel ik dat nou allemaal? En dat bedoel ik zowel vanuit die prestatieafspraken als vanuit die kwaliteit. Omdat, denk ik, een cruciale factor is om meer op die kwaliteit te sturen, dat we nog veel meer en betere informatie hebben. Als wij werkelijk het aantal masterstudenten op die 80% willen krijgen zoals wij dat geformuleerd hebben, dan moeten we hele adequate informatie hebben. En gelooft u mij, bij ons is het niet voor elkaar dat wij van elke docent weten wat voor opleiding die gedaan heeft. En voordat je dat voor elkaar hebt, dan ben je echt een heel eind verder. En moet het ook het belang zijn van ons allemaal om dat voor elkaar, om dat te willen weten. Als je echt op bachelor rendement wilt sturen, dan zul je in mijn optiek echt moeten weten hoe verschillende groepen, hoe ver ze zijn in hun studie. En dat gaat verder dan de huidige studentvolgsystemen. En dan moeten we veel preciezer weten waar studenten staan om ze nog beter te kunnen begeleiden, om daar nog veel meer grip op te krijgen. Dus in de informatievoorziening, in de wijze waarop management informatie verstrekt wordt, zullen we echt nog slagen moeten maken om uiteindelijk aan die kwaliteit, uiteindelijk aan dat studiesucces voor die student meer te kunnen doen. Ik heb er ook opgezet geen onderscheid tussen studenten. Dat heb ik opgezet omdat ik zelf nog wel eens merk dat er nog wel verschil gemaakt wordt tussen studenten. Hè? De Nederlandse student, de bekostigde student, de onbekostigde student, de internationale student. Wat moeten we met die internationale studenten? Terwijl ik vind dat elke student is er één. En het maakt niet uit wat zijn achtergrond is. Het maakt niet uit waar die vandaan komt. Het maakt niet uit hoe die in het systeem komt. Of die al eerst bij een andere instelling heeft gezeten en zijn derde keus bij ons of bij een andere instelling maakt. Elke student is er één. En ik denk dat we zowel in ons gedrag als in onze systemen nog veel meer uit moeten gaan van het feit dat elke student, waar die nogmaals ook maar vandaan komt, welke kleur die ook maar heeft, op die manier goed toegelaten moet worden, ingeschreven moet worden. Dat alles gaat zoals het moet gaan. Op dit moment speelt ook heel erg de juiste student op het juiste moment binnenkrijgen. Het hele proces wordt naar voren getrokken. Wij voeren met alle studenten, en ik zie heel veel instellingen dat steeds meer gaan doen, een intakegesprek. Hè? Selecteren, hè? Behalve de fixusopleidingen. Dat mag dan niet, maar daar komt de decentrale selectie aan. Maar met elke student een gesprek voeren over motivatie, over capaciteiten, of hoe we het ook maar inrichten, dat is aan iedereen zelf. Dat is zo belangrijk om ook dat studiesucces te verbeteren. Dus ook dat element speelt een hele belangrijke rol. En een laatste punt wat ik wil noemen is dat ook de toetsing en de examinering, en nou ja, ik zeg dat ook met name vanwege de ICT-ondersteuning, het digitaal toetsen, dat wordt steeds belangrijker. We hebben net kunnen voorkomen vanuit het hbo, dit speelt nog niet, zeg ik maar even als waarschuwing naar de universiteiten. We hebben net kunnen voorkomen als hogescholen dat voor elke opleiding er centrale toetsen komen voor de kernonderdelen. En dat er ergens midden in Nederland een gebouw komt met mensen en leaseauto's die dat allemaal gaan regelen. En ik ben daar wel heel erg blij mee dat we dat hebben kunnen voorkomen. Maar dat betekent wel dat het onze verantwoordelijkheid is om, als het gaat om die kwaliteit van de toetsing en de samenwerking met andere instellingen en opleidingen, veel meer samen te doen. En gezamenlijk tot gezamenlijke toetsen te komen. Niet hbo-breed, dat hoeft helemaal niet. Dat kan op heel veel verschillende manieren. En we zien dat dat ontstaat nu, dat dat toeneemt, allemaal van onderaf. Heel erg goed dat dat gebeurt. Hoewel bij de pabo's is het van bovenaf gebeurd. Slaat nu ook een beetje door in mijn optiek. Er worden wel heel veel eisen aangesteld, maar goed, er waren redenen voor. Maar die gemeenschappelijke toetsing, die vreemde ogen, bereid zijn om via peers of hoe je het ook maar wilt doen, te kijken of we de kwaliteit kunnen verbeteren. Daarmee ook meer voortgangstoetsen, digitale toetsen, ICT-ondersteuning, wordt steeds belangrijker. Die PABO-toets, die nu voor dit jaar voor het eerst helemaal verplicht landelijk, anders dan de voorgaande jaren ingevoerd wordt, die dus ook echt op hetzelfde moment moet. Hè? Dat vraagt heel veel als het gaat om dat die digitale toetsen goed functioneren. Nou, dat is een hell of a job. Dus ook daar zie ik ontwikkelingen in de komende jaren die verder zullen gaan en die veel in de ondersteuning en in de bedrijfsvoering zullen vragen.
Kijken we naar het perspectief van de student, dan denk ik, de student wordt steeds kritischer. De student wil veel meer vanuit één device gewoon overal de dingen kunnen regelen en kunnen doen. De student wordt nog steeds mobieler. De student gaat echt meer kiezen op kwaliteit. Kijkt steeds meer naar de rankings, naar de studenttevredenheid en andere prestaties. En de student wil steeds meer vanuit één loket de dingen kunnen regelen. En of het nou informatie is over de prestaties van een opleiding, of het nou het inschrijven is, het maakt niet uit. Voorzieningen waar we allemaal al invullingen aan hebben aangegeven, nog niet altijd in elke instelling, maar ook dat zal verder gaan. Vanwege die kans op studiesucces, ter wille van die student nogmaals. Denken vanuit de student. Kijken we naar de instelling, ik zei net al iets over sociaal leenstelsel. Het wordt duurder, het wordt anders. De voorlichting wordt dus echt veel belangrijker. En wel de objectieve voorlichting, dus niet de werving, maar echt de voorlichting van wat houdt de opleiding in, wat is je kans op studie of op baangarantie, wat verdien je, wat zijn de prestaties van de opleiding, wat gaat het kosten, waar krijg je later mee te maken. We zullen veel meer vanuit de ouders, verplaats u maar zich in zichzelf als u kinderen hebt van die leeftijd of nog krijgt of al hebt gehad, hoe belangrijk het is om daar veel aandacht aan te besteden. De student komt nog centraler te staan en dat is goed. De inschrijffase wordt veel belangrijker. Het persoonlijke contact, het individuele contact, wordt veel belangrijker. De klantenbinding wordt belangrijker. De juiste keuze maken, zo snel mogelijk, ondanks dat dat niet iedereen zal lukken, maar wel daar een bijdrage aan leveren, wordt steeds belangrijker. En ook de slagingskans, liefst in de nominale tijd of ietsjes erbij, wordt steeds belangrijker. Al was het maar vanuit de kosten die de studenten en hun ouders daar zelf voor moeten maken. En ik zeg er altijd wel bij, wij gaan er niet over wat er in de hoofden van die studenten zit, maar ik ben ervan overtuigd dat als we daar bewuster mee bezig zijn, dat we daar meer resultaten mee kunnen boeken. Ik stap even over naar een iets ander thema. En ik doe het aan de hand van een plaatje. Dit is, dat zult u allemaal herkennen, Rio de Janeiro. En waarom laat ik u dat zien? Omdat in november vorig jaar, parallel aan een handelsmissie van veel bedrijven, waar ook de huidige koning en koningin aanwezig waren, wellicht heeft een aantal van u dat op televisie gezien. Parallel aan die handelsmissie was er ook een reis van een aantal hogescholen en universiteiten naar Brazilië. En deels trokken we tegelijk op voor een klein deel. En ik mocht samen met de voorzitter van de VSNU, nu ook Kaldrietzig, een soort reisleider zijn. En we zaten samen in het vliegtuig en we zeiden, hoe gaan we dat doen? En in één zin zeiden wij, wij gaan het hoger onderwijs in Nederland als één systeem presenteren. We gaan ons niet apart als universiteiten en apart als hogescholen presenteren. We gaan het Nederlands hoger onderwijs presenteren. En natuurlijk laten we de accentverschillen zien tussen bij hogescholen en bij universiteiten. Want die zijn er. Wij zijn trots op onze beroepsgerichtheid en universiteiten zijn daar trots op hun research. Die accentverschillen laten zien. Maar wij doen het wel vanuit één model en één systeem. En bij elke presentatie die wij hielden, presenteren wij het hoger onderwijs met die accentverschillen. We hebben zelfs één bijeenkomst gehad waarin wij met de Universiteit Twente ons mochten presenteren. En we hebben niet de Universiteit Twente en de Hogeschool en Saxion gepresenteerd, maar de regio gepresenteerd. En in die regio zitten twee instellingen voor hoger onderwijs. Nou, dat geheel, die kracht, dat hebben we dan neergezet. En wat ik op dit moment zie, is dat we steeds daar stapjes verder in aan het zetten zijn. We ontwikkelen op dit moment één gezamenlijke internationaliseringsstrategie. Samen met OCMW en de NUFIC zijn we daarmee bezig, maar niet meer apart universiteit en hogeschool. Maar dat geldt natuurlijk ook voor bedrijfsvoering. Dat heb ik gezien in StudieLink, in ICT-ontwikkelingen. Naarmate we als één systeem meer optrekken, denk ik dat we er gezamenlijk beter van worden. En ik ben ervan overtuigd dat we de tijd van concurrentie tussen hogescholen, tussen universiteiten, dat we de tijd van de discussie over het binaire stelsel, dat we daarvan af zouden moeten, dat we die tijd voorbij zijn. Want we hebben een binair stelsel, we hebben verschillen. Maar we moeten juist op die samenwerking veel meer sturen en veel meer werken, samenwerken. En sturen, concurreren, als je dat woord nog zou willen gebruiken, op kwaliteit. Waar de student naartoe wil. En laten we elkaar beter maken daarin. Nou, ik geloof dat we die tijd voorbij zijn.
En dat betekent ook tussen, als het gaat om de gegevensuitwisseling tussen instellingen, dat dat steeds belangrijker gaat worden. Als ik een voorbeeld mag noemen van de UT en Saxion, hoe ingewikkeld het is om studenten die van de UT na een half jaar afhaken en bij ons terechtkomen om over die gegevens te beschikken. Of studenten van ons die na hun bachelor getuigschrift verder gaan in een schakelprogramma of direct in een masterprogramma. Om zicht te krijgen welke aantallen en wat de studievoortgang daarvan is. En dat te vergelijken bij studenten. Nou ja, u kent dat hele verhaal. Dat is zo ingewikkeld. Dus ik geloof echt dat we in de toekomst in het kader van die samenwerking nog veel meer met elkaar gegevensuitwisseling zouden moeten doen. Terwille weer van die student, terwille van het uiteindelijke studiesucces. Ook in die loopbaan van die student als het gaat van universiteit naar hogeschool of van hogeschool naar universiteit. Zal een belangrijke rol en bijdrage aan verder succes leveren. Dus gezamenlijke strategieën, meer samenwerking, dat is mijn pleidooi als het gaat om de toekomst. En dat geldt ook voor de inhoudelijke thema's. Er wordt vaak de discussies gevoerd over fusies tussen universiteiten en hogescholen. Ik ga daar verder niet over. Maar ik geloof veel meer in samenwerking van onderaf en dan breed verbinden. Ik ga één voorbeeld geven wat ik zelf heel spannend vond, maar wat zich succesvol lijkt te ontwikkelen. We kennen binnen het HBO de zogenaamde Centers of Expertise, die in het kader van die prestatiebekostiging aan een aantal hogescholen is toegewezen. Saxion heeft onder andere een Center of Expertise techniekonderwijs toegewezen gekregen. Dat gaat om het bevorderen van meer kinderen vanaf jonge leeftijd in elke fase kiezen voor techniek, in aanraking komen met techniek, meer aansluiten op het beroepenveld. En wij doen dat samen met de Universiteit Twente en een hoogleraar van de universiteit geeft leiding aan onze lectoren. Nou, dat is spannend, zo'n proces. Maar als ik zie wat dat oplevert, ook weer in de mogelijkheden om samen te werken, met het bedrijfsleven samen te werken, hoe studenten daar beter in kunnen participeren, denk ik dat als je daartoe in staat bent, als mensen daartoe in staat zijn, dat dat ook weer heel veel perspectief biedt voor de toekomst. Dus gezamenlijke strategie, internationalisering, bedrijfsvoering, maar ook op inhoud samenwerken, is denk ik ook voor de toekomst heel erg belangrijk. Een volgend belangrijk thema is, en dat is wel even vanuit het HBO nu ingekleurd, dat zeg ik er toch maar even als waarschuwing vooraf, hoewel er wel relaties met universiteiten zijn. Dat is de wet kwaliteit in verscheidenheid, die door de Tweede Kamer aangenomen is. Hij moet nog door de Eerste Kamer. De verwachting is dat dat nog voor het zomerreces gebeurt. En als de Eerste Kamer het helemaal overneemt, heeft dat toch een aantal gevolgen. Ik pik er een aantal uit. Voor hogescholen gaat de titulatuur Arts and Science gebruikt mogen worden. Dat is een eeuwenlange strijd geweest. Op dat laatste drempeltje na van de Eerste Kamer lijkt het te lukken. Het gaat als volgt werken dat er gekeken wordt hoe dat internationaal vergelijkbaar is. Dus als het internationaal gebruikelijk is dat je of arts of science afstudeert, dan geldt dat ook voor het HBO in Nederland. Als het internationaal gebruikelijk is dat het of education is, dan blijft het of education. Nou, daar komt een conversielijst, maar dat is een belangrijke stap voorwaarts, ook weer als het gaat om die samenhang in het hoger onderwijs in Nederland, maar ook voor de internationale herkenbaarheid. Het onderwijsaanbod gaat fors gedifferentieerd worden. Ik noem een paar voorbeelden. Het aantal techniekopleidingen in het HBO, en ik beperk me even tot de bacheloropleidingen, gaat terug van 65 naar ongeveer 25. En binnen die 25 gaat meer ruimte ontstaan voor onderwijsprogrammering met een andere invulling, specialisering of hoe je het ook maar noemen wilt. Maar het aantal CROHO-licenties, dat gaat dus fors verminderen. Hoe zal dat gaan als het gaat om de voorlichting naar studenten, relatie met het bedrijfsleven, herkenbaarheid? Het besluit is nagenoeg genomen, op 1, 2 lastige onderdeeltjes na, dat moet nog gebeuren, dat zullen we in oktober doen, wordt het besluit definitief genomen, gaat ook gebeuren, implementatie in 2015. We mogen gaan experimenteren, met brede bachelors. Dus in plaats van heel veel verschillende economieopleidingen, één brede bachelor, met de ruimte dat wanneer dat niet meevalt, of ongewenste effecten heeft, om weer terug te mogen vallen op je oude CROHO-licentie. Binnen 5 jaar.
Dat was eerst 3 jaar. We hebben gevraagd, kan dat iets langer? Dan kunnen we daar iets meer ervaring mee opdoen. Dus ook daar gaat in het portfolio veel veranderen. Bij universiteiten zie ik overigens dat er steeds meer, als het gaat om excelleren, university colleges gaan komen. Bij Erasmus zie ik dat nu gebeuren, ook in het kader van hun prestatieafspraken. Ook bij de Universiteit Twente komt een University College of Engineering. Dus ook daar zie je veranderingen in het portfolio. VWO-routes voor het HBO, voor 180 ECTS, gaat weer heel andere effecten krijgen als het gaat om het volgen van de studenten, omdat het aantal credits afwijkt van de 4-jarige opleiding, zoals die tot nu toe steeds geweest is. De brede bachelors heb ik net genoemd. Associate degrees, ik weet niet precies hoe het zal gaan, maar wordt wel in de wet geregeld, zal verder gaan. En natuurlijk is het deeltijdonderwijs enorm in discussie, omdat er in Nederland veel te weinig studenten in deeltijd studeren. Dat gebeurt het meeste bij hogescholen, wat minder bij universiteiten. En we zijn toch aan het kijken hoe we dat kunnen flexibiliseren, waardoor we meer tegemoet komen aan dat leven lang leren. Dus in het hele opleidingenportfolio zal veel gaan veranderen. Een klein detail uit die wet, het schakeljaar HBO-WO, HBO-bachelor naar een master. Soms duurt het een half jaar, of soms helemaal niet, dan kun je direct doorstromen. Als het een half jaar duurt, en daar is veel gedoe over geweest, maar dat wordt nu bij wet geregeld, betaal je gewoon het wettelijk collegegeld. Duurt zo'n schakelprogramma langer, dan betaal je anderhalf keer het wettelijk collegegeld. Afschaffing centrale loting. Ik heb daar net al iets over gezegd. Als het gaat om inschrijving naar voren halen, meer individuele relatie aangaan, op welke criteria doe je dat, hoe communiceer je daarover, gaat heel belangrijk worden. En, misschien wel de lastigste, de aanmelddatum gaat dus naar 1 mei toe. Nou, hoe gaan we daar weer mee om? Ook weer als het gaat om het naar voren halen van het proces, de decentrale selectie, de intake. En vooral, wat doen we met die studenten die zich later aan gaan melden? Want het schijnt te worden, ik weet dat nog niet helemaal precies, als je je voor 1 mei aanmeldt, heb je toelatingsrecht, na 1 mei toelaatbaarheid. En hoe gaan we daar met elkaar ook mee om? Gaan ze dan naar die instelling die zegt, gaan we laten ze toch allemaal toe, of maken we daar afspraken over? Allemaal weer in het belang van dat studiesucces, van dat bewust kiezen, naar voren halen, dat contact aangaan. Dus ook dat wordt een spannende ontwikkeling. Ja, en dan moet ik natuurlijk nog iets zeggen over StudieLink. Kijk even naar de tijd, zit ik nog een beetje binnen de tijd, Diana? Ik zal het langzaam af gaan ronden. Dan moet ik nog iets zeggen over studenten. Ik heb er in het begin al iets over gezegd. Ik denk dat het ons heel, heel veel gebracht heeft. Het is een moeizaam traject geweest. Het is nu een prachtig portal, loket dat er staat. Ik weet niet of u het weet, maar er is een dashboard. Dat is overigens niet voor iedereen beschikbaar. Daar moet je echt toelatingsrechten voor hebben. Er is een dashboard waar managementinformatie in staat over. Wekelijks wordt dat opgeschoond, elke maandagochtend. Kijk ook, dat is mijn eerste activiteit, maandagsmorgens. En dan kun je dus echt zien, vanuit de echte bronbestanden, dus daar hoeven we als instelling helemaal niets meer aan te doen. Dat vinden we wel heel lastig, we gaan nog allemaal schaduwadministraties bijhouden. Maar dan zie je rechtstreeks vanuit de bronbestanden, zie je wat je aanmeldingen zijn, per sector of faculteit, totaal, marktaandeel, bij andere instellingen. Helemaal geen concurrentie meer, gewoon transparant, gewoon inzichtelijk. In één oogopslag, hè? Eén dashboard. Fantastisch. Nou, kijk even of u daar een keer naar kunt kijken. Het ziet er echt geweldig uit. Maar dat is dus managementinformatie. Dat is professionalisering. Dat is bijdragen aan minder concurrentie, meer kwaliteit. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Maar, we zijn wel toe aan een volgende fase. Want het is eigenlijk, het is allemaal niet zo ingewikkeld meer. We doen dat heel goed. Maar de vraag is wel, hoe gaan we ermee verder? En we hebben vorig jaar gezien, en ik vind dat een enorme gemiste kans, dat er een nieuwe kans lag, de Rode Loper. Dat was een totaal project om Nederland interessanter te maken, aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten. Dat bestond uit meerdere onderdelen. En één onderdeel was een voorziening bij de StudieLink om het hele wervings-, toelatings-, inschrijvingsproces, of men aan de voorwaarden voldeed, et cetera, via StudieLink te kunnen regelen. De kosten voor de toelating van internationale studenten is ongeveer 10 keer zo groot als voor Nederlandse studenten. 10 keer zo hoog. En we kunnen dat veel efficiënter, maar misschien nog wel belangrijker, voor die buitenlandse student veel aantrekkelijker. En gelooft u mij, toen ik net dat percentage van 1,2% noemde,
Dat komt onder andere omdat wij dat niet goed doen met elkaar. Omdat die buitenlandse student denkt, ja, als het zo gaat, dan ga ik wel naar het Verenigd Koninkrijk of naar Frankrijk of wat het maar mogen zijn. Daar valt echt veel kwaliteitswinst te halen. Maar dat hebben we niet gedaan. Het kon. En natuurlijk, het kost geld. Je moet investeren daarin. Maar er is nog geen bereidheid, of er was althans op dit moment nog geen bereidheid bij universiteiten en hogescholen om StudieLink verder te ontwikkelen dan waar we op dit moment staan. En dat is wat ik daar noem, hè, die eerste bolletje. Gaan wij de huidige situatie voortzetten? Blijven we nu doen wat we doen? En gaan we niet inspelen op al die nieuwe ontwikkelingen die ik onder andere net geschetst heb en waar ook StudieLink in die hele keten een belangrijke rol in kan vervullen? Gaan we het actief op peil houden? Nou, dat is al heel wrang dat ik dat moet zeggen hoor. Want dan gaat het gewoon om een onderhoudsvoorziening. Want die hebben we dus niet. Het gewone onderhoud kunnen we niet betalen. En dan moeten we elk jaar, moeten de universiteiten en hogescholen via de vereniging daar toestemming voor geven. En dat lukt ook wel. Maar u begrijpt al wel, hè, dat gaat niet vanzelf. En het zal al mooi zijn als dat gewoon in de financiering gewoon een vast onderdeel van StudieLink zou zijn. Of gaan we naar, wat ik dan maar even noem, een cafetaria-model. Dat we StudieLink dus verder ontwikkelen, dat daar veel meer voorzieningen in komen, maar dat afhankelijk van ja, waar een universiteit of een hogeschool gebruik van wil maken, daar gebruik van gemaakt wordt en dus ook meer betaald. En ik zie in ieder geval binnen hogescholen dat er steeds meer differentiatie ontstaat, hè, dus dat de hogescholen verschillen in, bijvoorbeeld als het gaat om hoe ze zich internationaal verhouden. Nou, dan doet de een het wel en de ander het niet. Maar dat betekent ook wel weer gemeenschappelijk de bereidheid om te investeren in die voorziening die zich verder ontwikkelt. En dan ben ik een beetje gemeen geweest, want het laatste bolletje had eigenlijk een andere moeten zijn. En ik ga het nou wel even vertellen. Of gaan we StudieLink openstellen voor inderdaad andere studenten dan de bekostigde studenten, dus de niet-bekostigde, de post-initiële student, nou ja, ik noemde net al die buitenlandse student, de cursist. Maar ik heb daar een ander bolletje gemaakt, want ik roep het toch maar even. Of zijn wij in staat om in Nederland, en ik weet dat het nog veel te vroeg is, maar toch na te gaan denken over één SIS. Gewoon in dit kleine land met zo weinig instellingen, één SIS. Nou, is natuurlijk een bestuurlijk verhaal, maar ook jullie kunnen daar denk ik op een hele goede manier in meedenken om in dit kleine land nogmaals meer gemeenschappelijk te doen. Ik merk al, dat roept in ieder geval wat reactie op. Ik sluit af. Ik ga hier niets over vertellen. Want dat gaat Ron van der Meer na mij doen. Ik ga er alleen over zeggen dat ik dat toch ook wel een hele mooie ontwikkeling vind. Dat we met één onderwijsgaannummer gaan werken. En dat we er eindelijk van af zijn dat heel veel mensen binnen onze organisaties achter die studenten aan moeten vangen, politieagentje moeten spelen. En dat het werk echt daar een stuk gemakkelijker, efficiënter en beter door wordt. Ik heb een overzicht gegeven, nogmaals, het is niet compleet, van wat er speelt, wat er gaat spelen. Misschien soms niet doorgaat, maar in heel geval, veel gevallen wel door zal gaan. Hoe we ons verder kunnen ontwikkelen. Ik heb dat een beetje geprobeerd te doen door de bril van laten we het gemeenschappelijk doen, laten we vanuit de student doen. Ik hoop dat het bijdraagt aan het verbeteren van alles waar wij in de komende jaren met elkaar mee bezig zijn. Dank u wel.